Welkom, meneer Roos, meneer Roken. Dit jaar nog lanceert de EU de digitale identiteit. Wat houdt het in en hoe gaat dit de levens van Nederlanders beïnvloeden? Het gaat enorm veel impact hebben. Het is een vervanging voor je paspoort. Dus je kunt je ermee identificeren, dus je laat zien wie je bent. Maar er komt veel meer in. Er komen ook bankzaken in, tickets, je digitaal patiëntendossier, medische gegevens, vaccinaties, diploma's. Er kan van alles in, veel meer. En we vinden het doodeng en het gaat eraan komen. Als ik het zo hoor, denk ik, oh, dat is eigenlijk best handig. Wat is daar dan mis mee? Ja, waar wij ons zorgen over maken is dat allerlei handelingen in het dagelijks leven straks niet meer kunnen zonder deze app. En net als bij de corona-app, die werd op een gegeven moment ook verplicht om toegang te krijgen tot grote delen van de samenleving. Dreigt dit ook de toekomst te worden van deze digitale identiteit? Je kan het vergelijken met cookies op internet. Vaak werken websites alleen maar optimaal als je alle cookies accepteert. Ook de niet noodzakelijke cookies. En dat is wat overheden en bedrijven, grote bedrijven dan met name, ook gaan doen. Ze gaan om meer gegevens vragen dan waar ze nu recht op hebben. En dat holt de privacy uit en maakt de burgers machtelozer ten opzichte van de staat en grote bedrijven. En natuurlijk is het handig als je in het buitenland een auto kunt huren zonder dat je allerlei formulieren invult. Maar dat vrij kleine voordeel, dat weegt gewoon niet op tegen het verlies van vrijheid en privacy. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de commissie, heeft vorig jaar ook heel duidelijk aangekondigd dat ze dit als een enorm goede oplossing ziet. Zodat je hier gebruik maakt van de European Digital Identity in kunt loggen op online diensten zoals Google, Facebook, etc. Wat iedereen natuurlijk doet die af en toe online is. Dat betekent dat je centraal geïdentificeerd kunt worden. Maar dat betekent ook dat je heel makkelijk afgesloten kunt worden van deze diensten. En ik vind het een doodenge ontwikkeling. We houden dit heel erg in de gaten en we proberen toch te zorgen dat dit er niet gaat komen.